Mark-Jan, allereerst gefeliciteerd. Hoe is het om terug te zijn in het Hoge Noorden? Ja, ontzettend leuk. Veel bekende gezichten ook nog, moet ik zeggen. Ik ben best wel lang weg geweest, een jaar of 10, 11 denk ik. Maar best wel veel bekende gezichten en ja, het bevalt heel goed om terug te zijn. Kun je vertellen wat er met je gebeurt als FC Groningen belt? Ja, als dan FC Groningen belt, dan sloeg mijn hart wel even een keertje over. Ik heb hier als speler natuurlijk een geweldige periode meegemaakt. Hier heb ik mijn doorbraak in mijn voetbalcarrière beleefd. Twee keer Europees voetbal gehaald met het team. En ja, daar heb ik geweldige herinneringen aan. We speelden eigenlijk altijd voor een uitverkocht stadion. Ja goed, dan word je daar wel vrolijk van, ja. Wat zijn jouw doelen hier? Nou ja, mijn doel is om hier te presteren. Mijn opdracht is om Groningen structureel in de subtop te laten spelen. Nou ja, goed, volgens mij zijn de mogelijkheden en de faciliteiten hier daar goed genoeg voor. Nou ja, we gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Je hebt het over wedstrijden als tegen Fiorentina en Partizan. Hoe realistisch is dat, denk je, dat dat weer terugkomt? Ja, dat zal de tijd moeten uitwijzen. Ik heb een vijfjarig contract getekend, dus ja, daar gaan we de tijd voor nemen. Maar het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. En ja, ik heb daar echt wel een goed gevoel over dat dat wel weer mogelijk is. Alleen ja, dan moeten we wel echt aan de bak. En we hebben een jonge, frisse directie waar net ook al aan werd gerefereerd. En volgens mij zijn we allemaal heel erg gretig om daarmee aan de slag te gaan. Een vraag die er toch bij hoort. Je bent pas een jaar in je functie bij Heracles en je gaat nu naar FC Groningen. Als er volgend jaar weer een andere club komt, zitten we hier dan weer? Nou ja, goed, die vraag kreeg ik net ook. Je weet het nooit in het voetbal. Alleen dat is absoluut de intentie niet. De intentie is om hier iets op te bouwen. En ja, die intentie had ik absoluut ook bij Heracles Almelo. En ja, dat heb ik daar ook aangegeven. Er zouden echt weinig of geen clubs kunnen zijn die mij daar op dat moment weg hadden kunnen halen of een ander gevoel hadden kunnen geven. Maar Groningen is voor mij daarin wel echt een speciale club. Als we het over de voetbalinhoudelijke gedeelte hebben, heb jij iemand in je hoofd waarvan je denkt, dat is nou echt een voorbeeld van mij, zijn visie, daar kijk ik vaak naar, dat lees ik veel over en dat wil ik misschien wel hiermee naartoe nemen? Ik lees heel veel. Van andere technisch directeuren bijvoorbeeld. Laatst ben ik naar een lezing geweest van Monchi. Dat was in Londen. En ontzettend interessant. Die is nu technisch directeur bij AS Roma. En die gaat, naar alle waarschijnlijkheid gaat hij naar Arsenal. Dat vond ik heel interessant. Maar ook de technisch directeur van Schalke heb ik een heel interessant stuk van gelezen. Ja, ik vind dat heel leuk om daar inspiratie op uit te doen. En ja, ik probeer sowieso elke dag te leren en te kijken waar ik nieuwe kansen kan ontdekken.